deze videoserie van Mentaal Beter Jong leggen wij u in 5 korte afleveringen uit wat ADHD is, wat de kenmerken en de gevolgen zijn, hoe de behandeling eruit ziet en bieden we wat praktische informatie voor ouders. ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Het staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Uw kind kan heel druk of impulsief zijn en in sommige gevallen overheerst het gebrek aan concentratie en rust. Het gaat om ernstige klachten die niet passen bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase. Er zijn verschillende types ADHD. Het overwegend hyperactief-impulsieve type. Hierbij staan niet aandachtsproblemen, maar het hyperactieve en het impulsieve gedrag op de voorgrond. Gedragsproblemen gaan vaak hand in hand met dit type ADHD. Het overwegend onoplettendheid type wordt in de volksmond ook wel ADD genoemd. Aandachtsproblemen met dromerigheid, passiviteit en twijfelzucht staan vaak op de voorgrond. Het gecombineerde type. Bij deze kinderen of jongeren is sprake van zowel hyperactiviteit als van aandachtsproblemen en impulsief gedrag. Meer weten over ADHD? Bekijk dan de volgende video met de kenmerken van ADHD.